Almelo profileerde zich graag als waterstad, maar woonboten horen daar niet bij. Het beleid is om het aantal woonboten tot nul te reduceren, zegt wethouder Van Marle. 6 jaar geleden is dat beleid ingezet. Er wordt geen actief beleid opgevoerd, maar... Eigenlijk via een geleidelijk verloop. Nee, we gaan er niet actief mee bezig met die boot die er nog ligt. Maar we zullen wel signalen oppakken wanneer mensen weg willen of aangeven van dat ze die plek willen inleveren. Dan zullen we daar contact mee opnemen. Maar dat is vaak in zulke soort gevallen ook weer een geldkwestie of prijskwestie. Maar daar zijn we mee in de onderhandeling. En zo verlaat een van de laatste Almeloze woonboten de stad op weg naar een nieuwe bestemming.